welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe Goodie Box unboxing van de maand januari. Voor de mensen die niet weten wat Goodie Box is. Goodie Box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand dus een box krijgt ter waarde van €85. Met minimaal 5 beauty producten voor slechts €25 in de maand. En ze zien er altijd zo uit. Elke maand ontvang ik de box en unbox ik hem hier samen met jullie. Als je hem al hebt, dan kunnen we samen unboxen. Als je hem nog niet hebt en je wilt graag abonneren, er staat beneden in de beschrijving een linkje. Als je erop klikt, kun je gewoon makkelijk abonneren voor €25 in de maand. En het is maandelijks opzegbaar. Dus als je iets hebt van, nou, ik vind het toch niet meer leuk, of ik wil gewoon één maand proberen of wat dan ook, dan is het gewoon weer makkelijk op te zeggen. En dat vind ik altijd heel fijn en heel belangrijk. In de boxen zitten dus altijd beauty producten. Altijd minimaal 5 en minimaal 3 zijn full size. En het kan skincare zijn, make-up, accessoires, haarproducten, echt van alles. Maar over het algemeen is het vooral skincare. En vandaag ook weer, want ik weet al wat erin zit. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oh, ik praat echt weer veel te snel. Elke keer probeer ik weer te veranderen en probeer ik rustiger te praten, maar het wil gewoon niet lukken. Het is gewoon onmogelijk om te veranderen hoe je praat. Dat is gewoon niet te doen. Maar goed, dit is dus de januari box. Heel mooi, zo'n beetje blauwig of zo. Wat voor kleur is dit? Heel lichtblauw. Ik vind het er wel echt heel mooi uitzien. I love it. Als je hem openmaakt, is dit wat erin zit. Oh. Wat nu wel een klein beetje vervelend is, is dat ik de mail nog niet heb ontvangen. En daar kwam ik pas net achter. En in de mail staat dus alle informatie over alle producten. Ik zet wel alles gewoon in beeld straks. Maar voor nu heb ik dus geen informatie. Dus ik ga gewoon alles gewoon opzoeken. En dan gewoon hopen dat ik het gewoon allemaal goed kan vinden. Als je je afvraagt wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze Huda Beauty Lip Combo op. Lip Contour in de kleur Deep Rose. En deze matte liquid lipstick in de kleur Baby Doll. Oké, laten we gewoon beginnen. Echt zo vervelend. Waarom heb ik geen mail gehad? Wat is dit? Normaal heb ik die al lang gehad voordat de... Voordat hij überhaupt binnenkomt. Maar goed, laten we gewoon beginnen met het eerste product. Van eCooking heb ik de Intimate Wash. eCooking is een van mijn fave skincare merken. Dat weten jullie, dat heb ik al vaker verteld. Dus altijd als ik zie dat we iets hebben gehad van hun, ben ik heel enthousiast. En dit is dus een wash, een lichaamswash voor daar beneden. Bij je vrouwelijk geslachtsdeel. Het is heel mild en echt gericht op daar. Dus het verstoort niet je pH-balans en zo. Jullie hebben gezien in mijn 10 hygiëne tips voor vrouwen video, dat ik geen fan ben van je daar beneden wassen met iets. Ik zeg altijd, was je gewoon met water. En dat is meer dan genoeg. Vooral niet met normale zeep of wat dan ook. Want dat is veel te agressief vandaag. Maar dit is dus een product wat echt speciaal is gericht op die zone. Dus ik ben eigenlijk wel een klein beetje benieuwd. Er staat dat dit je huid niet irriteert of uitdroogt. Nou, hier ben ik heel benieuwd naar. Zodra ik weer de douche in ga, ga ik hem echt zeker proberen. En ik denk ook gewoon dat dit de full size is. Oké, mensen, ik sta in mijn badkamer. En ik heb net deze gel. Ik heb net deze gel wash, intimate wash gebruikt in de douche. Kan ik natuurlijk niet laten zien, want hè, ik ga niet hier naakt in beeld. Ja, wat vind ik ervan? Ik weet niet. Ik moet hem echt vaker gebruiken, maar het voelde op zich gewoon wel heel goed aan. Ook heel zacht. Het heeft niks geïrriteerd of zo. Dus het voelde op zich wel gewoon oké uit. Aan bedoel ik. Next up is iets voor de haren. Van Just heb ik de Argan Oil Brightening Conditioner. Oké, dit is dus voor je haren. Jullie weten, ik gebruik niks anders voor mijn haren, want ik heb krullen. Dus ik gebruik echt specifieke krulproducten. Maar altijd als ik zie arganolie, word ik altijd wel enthousiast, want dat is altijd wel goed voor je haar. Ik ga hem dus niet gebruiken, maar ik ben wel heel benieuwd. Dus laat me weten wat je ervan vindt als je hem al hebt gebruikt. Alles wat ik niet gebruik, gaat naar iemand anders. Next up voor de handen. Van Tony Moly heb ik de Scent of the Day handcream. Dit is dus een handcreme. Daar ben ik wel enthousiast over. Kijk al die hondjes erop. Dit is zo cute. Hij is ook best wel groot. 30 milliliter. Dat is meer dan een gemiddelde handcreme. Ik ga hem proberen. Ik ga wel even al mijn ringen afdoen. Want het is altijd zo vervelend als het zo daar helemaal zo onder gaat. Het is gewoon zo wittig. Het ruikt naar zeep of zo. Gewoon letterlijk naar zeep. Op zich is dat wel een lekkere verfrissende geur. Oké, het trekt ook echt vliegensvlug in. De crème die ik normaal gebruik trekt echt niet zo snel in. Dus dat vind ik wel fijn. Want ik heb nooit zin om heel lang te wachten.
Oké, deze vind ik wel fijn. Hij maakt alleen mijn handen niet per se heel zacht of zo. Nou, laten we snel verder gaan met het volgende product. Van Skin & Co. heb ik de Face Toner. Dit is dus een toner voor je gezicht. Als je je helemaal hebt gereinigd, dan breng je dit aan om weer de pH-waarde in je gezicht te herstellen. Ik gebruik elke dag een toner. Echt elke dag. Ik heb er ook echt een heleboel. Dus ik ben hier wel benieuwd naar. Hij wil niet open gaan. Dat komt door die handcreme. Mijn handen zijn ook te glad. Ik snap er geen drol van. Ik krijg hem niet open. Maar ik ga hem wel straks proberen. Oké, jongens. Ik heb mijn hele make-up er net afgehaald. Mijn hele huid is schoon. Dus ik ga nou in met deze toner. Ik hoop dat ik hem nou wel open krijg. Oh, wacht. Hij gaat al open. Oké, jongens. Hij is open. Ik breng een beetje aan op een wattenschijfje. Zoals ik altijd doe. Het ruikt echt naar niks. En dan ga ik gewoon heel over mijn hele gezicht. Dit is wel weer iets wat ik eigenlijk vaak moet gebruiken om echt te weten wat ik ervan vind. Maar goed, ik wilde het toch alsnog gewoon doen op beeld. Nou, ik heb mijn gezicht goed gereinigd. Hij is helemaal schoon. Tikkeltje agressiever dan die ik normaal gebruik. Maar ja, ik weet niet. Het voelt wel gewoon goed gerefreshed aan of zo, als ik het zo kan noemen. Ja, maar ja, nogmaals, dit is wel weer iets wat ik vaker moet gebruiken. Maar in principe, het voelt goed aan. En dan het laatste product. Van Skon heb ik de Repair Microbiome Night Cream. Dit is dus een nachtcreme. Ben ik ook altijd heel blij mee, want ik gebruik elke dag een nachtcreme. Er staat dat het je huid weer herstelt en het je huid weer sterk maakt en hydrateert. Nou, dat is top. Ook deze ga ik proberen. Ik wil hem even ruiken. Ik vind die kleur groen heel mooi. Is dat raar? Ik vind het een hele mooie kleur groen hebben. Oeh. Het ruikt heerlijk, jongens. Nou, ik heb hier echt gewoon genoeg producten voor een volledige avondroutine. Oké, jongens, mijn hele gezicht is gereinigd. Het is helemaal klaar voor een nachtcreme. Ondertussen heb ik de mail al binnen gehad en heb gezien hoeveel die kost. Hij kost aardig wat. Oké, even mijn haar naar achteren. Er staat op dat het geen geur heeft. Dat heeft het ook gewoon echt niet. Ook dit is weer iets wat ik vaker zou moeten gebruiken. Oeh, het voelt wel heel dik aan en heel stroef. Oké, maar dat is wel vaker met dit soort crèmes voor in de nacht. Het is echt heel dik. Oké, ik moet zeggen dat ik daar wel heel blij van word. Ik vind het fijn als mijn nachtcreme echt dik is en stroef is. Want dan weet ik gewoon dat het veel gaat doen in de nacht. Oké, nou, het voelt echt goed aan. Het voelt echt lekker dik aan. Het is wel heel stroef om in te smeren. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is vaker met nachtcremes. Die zijn altijd dikker en meer stroef, et cetera. Nou, ik ben benieuwd. Ook dit is wel weer iets wat ik vaker moet gebruiken, maar dat ga ik zeker doen. Maar voor nu, het voelt goed. Wat ik wel jammer vind, is dat we weer letterlijk alleen maar skincare hebben gehad. Ja, en dan één ding voor de haren. Ik had ook wel iets gewild van make-up. Maar goed, dat waren dan alle producten. Normaal ga ik aan het einde van de video dus nu alle prijzen bij elkaar optellen. En dan kunnen we met z'n allen zien hoeveel geld je hebt bespaard. Maar omdat ik de mail dus nog niet binnen heb, weet ik niet hoeveel het allemaal is, et cetera. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar als ik er nog op tijd achter kom, dan voeg ik het nog wel toe hier in de video. Als ik het ga editen. Nou jongens, dit was dan de januari box. Ik moet zeggen, dit vind ik voor mij persoonlijk niet echt de beste box. Er zat niet echt iets bij waarvan ik echt denk, wauw, hier ben ik echt heel blij mee. Maar heel vaak is dat ook wel. Het kan ook niet elke maand echt geweldig zijn. Maar goed, al met al ben ik wel altijd heel blij met de boxen en kan ik weer allemaal nieuwe producten gebruiken. I love it. Dat vind ik altijd heel leuk. Het is gewoon elke maand weer een verrassing en dat vind ik heel leuk. Let me know wat je ervan vond beneden in de reacties. En als je dus ook wilt abonneren, er staat een linkje beneden in de beschrijving. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!